Welkom bij een nieuwe episode van Womanhood Stories. Vandaag is een hele bijzondere aflevering. Eén, omdat ik alleen zit zonder mijn wederhelft Mai. Die zit thuis met een hele heftige hooienkoortsaanval. Dus ik doe het vandaag alleen. En omdat ik met vier geweldige powervrouwen aan tafel zit voor Meskina de film. Dus ik ga even van links die kant op. We zitten hier met Soendos. Welkom. Dank u. Soendos, jij speelt Amira in de film. Yes. Daria de regisseur. Shout-out naar Mahi, sowieso. Zeker. Dan hebben we Mariam, Leila in de film. Ik spreek het echt op zijn Iraans uit, Mariam. Ja, perfect. Prachtig. En Juman. Ja, spreek ik ook goed uit? Heel Juman. Goed. Jij speelt Malika in de film. Yes. En ik zei net al volgens mij Leila in de film, de hoofdrolspeelster. Alright, we beginnen eigenlijk bij elke Womanhood episode met de get to know questions. Omdat we niet zo heel veel tijd hebben, doe ik er maar twee. Maar ik vind het toch wel heel leuk om te weten van iedereen. Wat was jullie allereerste baantje ooit? Dus dan begin ik aan deze kant. Loverboy. Mijn allereerste baantje was bij een kantoorvakhandel. Maar was een soort van boekenwinkel met kantoorartikelen en zo. Bij mij in Rijksbos. Hele lieve baas had ik. Ik was 15. En toen werkte ik daar. Dat vond ik heel leuk, want ik wilde heel graag make-up kopen van Catrice en Ethos. Oké, en jij Daria? Ik ben in een Limburgs dorp opgegroeid. Mm. Dus ik heb gewoon rustig prei schoongemaakt op een boerderij. Oh, wow. Farmlife. Wauw, oké. Ik zou deze farmlife. 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 Van Farmlife de director. Nog nooit gezegd. Nog nooit. Start a farm. Start a En jij, Maria? Mijn eerste bijbaantje was in een notenbar. In een notenbar? Ik kocht noten. Oh, wow. Maar je was allergisch, toch? Nee. Ja, een hele dag was dat. Ja. Nee, in een notenbar. En daarna heb ik, dat heeft niet zo lang geduurd. En dan heb ik in een bloemenwinkel gewerkt. Oh, ja. Wat leuk. Ja. Bloemenwinkel is wel echt leuk om te werken. En jij, Joma? Ik totaal polderklemmer. Mijn allereerste bijbaantje was zo'n huis-aan-huisbladen wijkje. En toen, dat was niks voor mij. Maar ook, ik heb de milieupolitie achter me aangekregen. Want op een gegeven moment had ik er geen zin meer in. En toen heb ik alles gedumpt. In een dichtbijzijnde container, maar ik was vergeten mijn adres weg te halen. Oh nee! Dus we kregen milieupolitie, die belde. Dus was geen succes. Oké. Okay. Ja. Oké, filmindustrie was later toch een betere beter keuze. Ja. Alright, de tweede. Wat is een recentelijke gebeurtenis waar je heel trots op bent? Nou, jullie hebben natuurlijk de film afgerond, maar is daarnaast nog iets waar jullie heel trots op zijn? Nee, voor mij echt misschien. Ja? Dat is mijn tweede kindje, daar ben ik heel trots op. Dus dat echt. Ja, en mijn beste productie ooit is natuurlijk mijn echte kind. Ja. Dat is zo leuk. Ik heb zo'n leuk kind. Heel veel mensen hebben geen leuke kinderen, maar ik wel. Het is echt leuk. Ze is echt serieus. Ze is slim. Ik hoopte wel op een dom kind, want dan kan ik meer geld uitgeven. Dus ik moet wel sparen en zo. Ja. Maar dat is... Ja. Dat is waar je trots op bent. Ja, zeker. En jij, Daria? Ja, mijn hele leven staat al, dat van Soendos al 8 jaar, maar... Ook mijn leven staat al 1,5 jaar alleen maar in dienst van Meskina. Dus er is ook verder niks gebeurd in mijn leven. je moet je voorstellen, deze representatie die we nu gaan zien met deze film. Mm. Van biculturele vrouwen die echt hoofdrollen spelen. Die in een positieve film, in een comedy, zo'n groot publiek gaan bereiken. Dat is gewoon... Ik ben daar heel erg trots op. Ja, snap ik. Zeker. Ik zit ook met je mee te knikken, als een soort van muppet. Ja, man. I get it. En jij? Er is de laatste tijd weinig gebeurd. Ja, deze film. Ik ben trots op deze film ook. Ja, dus verder ben ik heel trots dat ik eindelijk de Bhagavad Gita heb uitgelezen. Maar dat is denk ik weer. Ja, ook iets om trots op te zijn. Dat is het ja, eindelijk weer opluchting. Maar op deze film. Ja, op dit moment. En jij, Shuma? Ik ben trots dat ik nu eindelijk in een positie durf te gaan. Dat ik meedoe aan andere soorten verhalen vertellen. En dat ik ook andere soorten verhalen zelf kies om te vertellen. Dus nu, voor het eerst eigenlijk als regisseur en als schrijver ook nu eindelijk die taak durf te nemen. Ik heb het altijd gewild, maar geïnspireerd door dit soort projecten
Dus daar ben ik wel trots op. Vertel even waar je regisseert dan. Ik ben sinds kort regisseur bij Toneelgroep Maastricht. Oh. Superleuk. Lekker. Spannend. Ja, dus daar heb ik heel veel zin in. En ik vind het ook heel spannend, maar voor mij is dat echt een stap wat ik eerst nog niet durfde. Dus, ja. Wat goed, wat mooi. Ja. Oké, dan gaan we even terug naar het begin over de film. Hoorde net al, jullie zijn er allemaal heel trots op. Hoe is het idee voor deze film ontstaan? Leanback. 8 jaar geleden heb ik met mijn partner van Rose Stories. Zij wil niet dat ik haar naam noem, dat vindt ze heel awkward en zo. Dus ik noemde gewoon mijn partner van Rose Stories. We zaten bij elkaar. Zij had een beetje een idee voor een film. Toen gingen wij zitten. En ze had ook een rol voor mij in gedachten, maar nog niks uitgewerkt. En toen kwam ik met 500 ideeën tijdens het etentje in Dauphine. We werden ook weggestuurd, want ze gingen sluiten. En toen zei ze, zullen we dat samen doen? En toen zijn we het begonnen. En dat was wel een hele een zwaar proces, omdat er wordt meteen gezegd, daar is geen doelgroep voor. Ik bedoel, niet zo lang geleden werd nog gezegd, vrouwen van kleur op de cover van een magazine, dat verkoopt niet. Dat wordt soms nog steeds zelfs verteld. Dus we hadden heel veel tegenwerking. En er werd eigenlijk de hele tijd gezegd, kan niet. We zijn bij een paar producenten geweest, die hebben ook gezegd, ja, we gaan het doen. Oh nee, toch niet. We doen al iets met Turken. We doen al iets met Turken of met weet ik veel wat. Wow, okay. En er werd elke keer gezegd, ja, maar dat werkt gewoon niet. Vrouwen met die achtergrond, daar is geen publiek voor. En ja, kan niet, bestaat niet. En ik heb wel vaker uit frustratie dingen gemaakt, dat doe ik ook met mijn comedy. Dan irriteert iets mij, dan ga ik het gewoon vertellen aan het publiek. En dit is ook zo'n project wat uit frustratie is begonnen, omdat ik de representatie in films heel lelijk vind. Als er een Surinaamse man is, is het een player, Marokkaan is een crimineel. Nou, een Marokkaanse vrouw wordt jihadist of verkracht, dus dat is allemaal geen feest. En en dan kan je de mensen vragen die de verandering niet brengen, van willen jullie verandering brengen? Maar dat gaat niet gebeuren, dus dan moet je het zelf doen. Dus zodoende eigenlijk. Wow. En toen kwamen we bij Daria, want heel lang dachten van we hebben een topper nodig die de ziel van de film begrijpt en behoudt. En sorry, een witte heteroseksuele man gaat dat niet kunnen. Het spijt me, heel leuk en aardig. Dus wie? En ik had nog nooit van Daria gehoord. Mijn partner kwam daarmee. Gingen we mee afspreken. En ik zei, hier heb je mijn kind, voed het op. Wow. Die is nu van jou. Dat is wel heel toevallig, want letterlijk mijn tweede vraag was, is het een bewuste keuze geweest om een vrouwelijke regisseur? Niet een vrouwelijke, maar om Daria. Daria was een bewuste keuze. Ja. Dat hele vrouwelijke, mannelijke, weet je, comedienne. Ik ben gewoon een comedian. Ja. Ja. En het is niet opeens, maar ja, wel iemand die het begrijpt. Ja. En als het een film was met allemaal kerels of wat dan ook, dan had je misschien een andere keuze gemaakt. Ja. Maar Daria was een bewuste keuze, ook omdat ik Melk en Dadels ook had gezien. Ja. En de humor begrijpt ze, de pijn begrijpt ze. En heeft ook een achtergrond waardoor ze niet een witte vrouw is die een soort van savior wilt zijn of iets. Mm. Dus en gewoon op één lijn. Ja. Want je wilt niet bij de première zitten en zien dat de ziel van je film uit is gezogen. Ja. Dus Daria was een bewuste keuze. Ja. En Daria, hoe was dat voor jou? Hoe reageerde jij toen Soendos naar je toe kwam? Het was Soendos de partner die als eerste... De vage partner. Klinkt bijna alsof het een drugscrimineel is. Shout-out naar Safina, gewoon heel stiekem. Ik zei eerst nee, omdat ik was van plan om mijn boek te gaan schrijven in dat jaar. En ik had... Ja, dat zei je. Toen zei ik, fok je boek. Fok je boek. Dat zei ik toen tegen je. Eigenlijk was dat de strekking, fok je boek. En toen heeft Soendos de partner, ik heb haar naam al gezegd, Safina, heeft mij toen een soort liefdesbrief van 3 pagina's geschreven. Die zo overtuigend was. Die eigenlijk zei, dit moet wel ook een biculturele vrouw. Is wel toch degene die deze film moet gaan regisseren, want we hebben samen Melk en Dadels gemaakt, dus een voorstelling over 4 Marokkaans-Nederlandse vrouwen en dat was geweldig om te zien hoeveel mensen er voor het eerst naar het theater kwamen. Dus ik denk op basis daarvan dat Safina zoiets had van, jij bent degene die dit moet doen en toen dacht ik, als ik het niet doe, wie gaat het dan doen? Ik was ook soort van bang bijna dat dit project in handen zou komen van iemand die... Ja,
Maar het was wel heel spannend, want het was mijn eerste film. Dus het was ook sterven, but we did it. Hmm. Oké, okay, en wist je altijd al dat je regisseur wilde worden? Ja, dat is ongelooflijk. Ik wist natuurlijk niet om mijn 12e wat een regisseur was, maar ik wist altijd dat ik iets met verhalen vertellen wilde doen. Ja. En toen op mijn 15e, toen kwam ik in aanraking met regisseurs, zodat ik zelf aan het acteren was. En toen dacht ik, wow, dat is wat ik wil doen. Ik wil niet, ik wil echt de verhalen bedenken, mensen inspireren, mensen motiveren. En ik wil de wereld veranderen door de verhalen die ik vertel. Want ook als jonge Bosnische vrouw, ik zag mijzelf ook nooit weerspiegeld in het medialandschap of in de cultuur of in de kunst. Pas toen ik, en dat is ook een hele grote inspiratiebron geweest voor deze film, pas toen ik My Big Fat Greek Wedding zag, ja. Toen ging er een wereld voor mij open, omdat ik voor het eerst een soort film zag waarin, weet je wel, dat Zuid-Europese temperament mocht bestaan en positief werd gevierd. En toen dacht ik eigenlijk voor Meskina ook van, ik wil dat de impact die My Big Fat Greek Wedding op mij heeft gehad, dat heel veel jonge vrouwen dat met Meskina gaan hebben. Ja. Mooi gezegd. Dan wil ik naar jou, Marjan. Hoe was het om Leila te spelen? Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Nou, het is heel grappig, want Daria die zei nee. Toen zij gevraagd werd voor deze film. Wij hebben mensen moeten bedreigen. Zonder dat jij bent sowieso degene geweest die iedereen heeft bedreigd. Nee, maar smeken, please, alsjeblieft, sta er even voor op. Het moet gewoon, maar oké, sorry. Ik werd ook gevraagd voor deze film vorig jaar. En toen was ook mijn eerste reactie was nee, dat ga ik niet doen. En waarom? Omdat ik eigenlijk... Je had nog niks gelezen. Ik had nog niks gelezen. Nee, dat ga ik niet doen. En waarom? Omdat ik langzaam uit die filmindustrie aan het gaan was. Ik wilde niet meer acteren. Ik had eigenlijk voor mezelf besloten om te stoppen met spelen. Want ik doe het al 20 jaar. En ik heb 20 jaar heb ik te maken met... Nou ja, met hele negatieve beeldvorming, waar ik daar ben ik een onderdeel van. Dus, wat net al gezegd is, mannen worden neergezet als criminelen, terroristen, nietsnutten. En vrouwen worden neergezet als slachtoffer van hun eigen cultuur. Die hebben geen stem, geen agency, geen wilskracht, geen verhaallijn, helemaal niks. Je moet al blij zijn dat je in beeld bent, dat je ergens rechts achter in een hoek staat. Dus ik was daar gewoon klaar mee. En of je wordt helemaal gewhitewashed, dus dan speel je een Stephanie. Ja. Maar ja, dan weten ze niet wat ze met je aan moeten. Dus je speelt wel een Stephanie, goed, je bent nu een van ons. Maar je hebt dan ook geen verhaallijn of een stem of niks. Dus je mag af en toe koffie komen halen en brengen en dossiers ophalen en dat soort dingen. Een scène openen met hier heb je het dossier en dan ben je weg en dan 3 minuten scène en dan kom je een scène binnen. Ruud wil spreken. Snap je? Dat is dan jouw rol. Ja, we lachen, maar het is echt wel heel heftig. Ja, en dat al 20 jaar, weet je wel. En de locatie is ook een restaurant. Een restaurant of zo, weet je wel. Terwijl Shiva beseft, deze vrouw heeft een Emmy. Ze heeft een Emmy! Ik wou net zeggen. De actrices een Emmy heeft. En nog steeds wordt ze gevraagd voor dit soort bullshit. Ja, maar ik wou sowieso al zeggen, de eerste vrouw met een Nederlandse Netflix special, toch? Jij hebt meerdere prijzen gewonnen. Jij bent ook voor een gouden kalf, toch? En Emmy, dus we zitten hier echt... Ik moet echt zeggen, ik voel me vereerd om met zulke vrouwen aan tafel te zitten. Ik ben nog steeds, na 20 jaar, nog steeds een struggling actress. Vecht voor de kruimels. En daar moet je dankbaar voor zijn. Dus toen ik gevraagd werd voor Meskina, en ik had nog niks gelezen, was mijn eerste reactie, nee, I'm out. Ik ben een yoga docent, ik geef yoga, serieus. Ik dacht een grapje, maar eindelijk zo. Ik wil gewoon zen in mijn hoofd. Ja. Ondertussen ben ik aan het schrijven, dus ik schrijf mijn eigen dingen, maar ik weet dat heel lang duurt. Dus weet je, je was echt klaar met de tranquilo filmen. In mijn hoofd. Ja. Tafie, punt. Dat. En toen zei ze, wil je alsjeblieft met Daria praten, ze gaat het regisseren. En ik ken Daria, ik kende haar niet persoonlijk, maar ik heb Melk en Dadels gezien en ik was zo onder de indruk van de voorstelling. En Soendo zit erachter, dus ik
dacht, oké, ik ga dat gesprek aan. Want ik wilde ook niet meer een gesprek aangaan met mensen. Want dat gaat dan vaak over compromissen sluiten. Weet je wat, dan halen we het hoofddoekje weg. Maar dan laten we wel die maagdevlies issue, weet je wel. Dus of dan oké, je broer slaat je niet meer. Maar die slaat je alleen maar met woorden. Kan dat dan, weet je wel. En verder ben je een sterke vrouw, want... Ja, je wordt toch geholpen door Ruud. Progress. Maar hoe pijnlijk is het om... Ik heb dit vaker gehoord van Mariam. Het doet me elke keer pijn als je dit... Ik kan dan bijna huilen, dan ben ik echt niet aan het overdrijven. Ik heb ook heel vaak gehuild. Ik heb ook heel vaak gehuild. Nee, maar dat je zo'n talent... Zo kapot... Dat de industrie dat zo kapot heeft gemaakt. En dan denk ik van, hoe gaat het dan met andere volgende generaties? Het doet me echt... Echt pijn gewoon. Ja, maar het is ook verschrikkelijk. En het heeft mij ook heel erg veel pijn gedaan. Ja. En het heeft ook iets kapot gemaakt in mij. Omdat ik had al, wat Daria heeft, wat ze zegt van dat ze al van jongs af aan wist dat zij regisseur wilde zijn. Alleen ze kon het niet echt benoemen. Dat had ik al vanaf dat ik bewust was van mezelf, wist ik wil actrice zijn. Maar ik wist. Ik bedoel, het voelde voor mij als, weet je wel, een soort van prinses zijn of zo, weet je wel, heel, heel ver weg. Maar ik wist wel, ik wil acteren. En dat deed ik ook altijd voor mijn ouders. En dat is echt, dat stukje is echt kapot gegaan bij mij. Dus ik kijk ook heel anders naar het vak op dit moment. Het is niet meer zoals 10 of 20 jaar geleden. Maar ik had het gesprek met Daria over deze film en die zei ook van, weet je, overal waar je bang voor bent, een slachtoffer van je eigen cultuur die gered wordt door een white savior, dat gaat niet gebeuren bij mij. Echt gewoon, vertrouw mij. En omdat ik haar voorstelling gezien had, kon ik haar ook vertrouwen en Sundus vertrouwen, want die ken ik ook heel lang. En uiteindelijk heb ik het script gelezen. Oké. En toen zei ze, oh, het is eigenlijk best wel tof. Dit is wel tof. Dit is wel heel anders. En het is uniek, dit is fris, dit is sprankelend, dit is grappig, dit is... hier wil ik wel voor gaan. Ja. En ze speelt de rol van haar leven tot nu toe. Gewoon pure magie. Ik heb natuurlijk gewoon na het draaien ook nog wekenlang naar die kop van haar zitten kijken in de edit room. En het is gewoon pure magie. Ik bedoel, al deze vrouwen. Yeah. Maar ja, je hoofdrolspeelster moet het dragen. En ze doet het. Ze is irritant knap ook. Echt, oh my god. Ik zou contouren extra, man, als ik naast Barbara. Contouren extra. 5 kilo extra er vanaf. Nee, maar je bent een mooi mens. Sowieso. En ook mooi dat je zo openhartig vertelt. Want eigenlijk was mijn vraag ook, wat is je tip aan jonge meiden die nu kijken en zeggen, oké, ik wil ook actrice worden. Misschien zou je nu zeggen ren. Maar misschien heb jij nu na 20 jaar dat je geen compromissen bijvoorbeeld meer sluit. Ja. Dat je kan zeggen tegen jonge meiden, doe dat vanaf het begin al niet. Laten we met z'n allen die verandering brengen. Ik vind dat heel moeilijk, want we hebben het er net ook over gehad. Als een meisje van 16 tegen een Marokkaans meisje van 16 of Turks, gewoon etnisch, gewoon met gekleurd. Tegen mij zou zeggen, ik wil heel graag acteren, zal ik naar de toneelschool gaan? Om heel eerlijk te zijn. Ja, tuurlijk. Zou ik niet weten wat ik moet zeggen. Hmm. Omdat ik weet hoe hard die wereld is en hoe oneerlijk die wereld is. En dat diezelfde wereld waar jij van droomt, jouw droom kan kapotmaken. Hmm. Dat weet ik. Dus het is, ik vind dat heel moeilijk. Aan de ene kant heb ik zoiets van, doe het, ga het doen. De wereld verandert ook gelukkig. Dus het is niet meer zoals 20 jaar geleden of als 10 jaar geleden. Ja, we merken maar met deze film al. Heel langzaam. Ik bedoel, dit is dan één film in misschien de komende paar jaar. Snap je? Dus het is niet dat er 3, 4 films per jaar gemaakt worden. Like die, this, ja. Yeah. Die zo zijn. Dus het is heel echt, het is heel schaars. Dus weet waar je in stapt. En ik ben niet tegen een plan B. Okay. Heb ook een plan B. Okay. Want als je ook te afhankelijk wordt van spelen of van het acteren en je gaat auditie doen, dan is dat te zien, die, zeg maar de desperateness. Ja. Dus wees. Dus
heb ook een plan B, een vangnet. En doe het tegelijk. Tegelijk, ja. Dat dacht ik ook. Mijn show zegt, er is geen plan B of plan A. Ja, ik geloof wel. Ja, ik ben daarin, ja. Oké, ik krijg signalen dat we moeten gaan afronden. Dus ik heb aan Juma nog één laatste vraag. Wat vond jij het allerleukst aan het spelen in deze film? Ik kan me voorstellen dat jullie ook met z'n allen heel veel hebben gelachen, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is zoveel om uit te kiezen. Het was gewoon het team waar je energie van krijgt. We hebben zoveel lol gehad op de set. Iedereen is zo chill en fijn en hilarisch ook. En ik heb ook heel veel geleerd van de rol spelen, omdat ze zo ver van mij afstaat. Ja, Daan en ik hebben echt gezocht naar... Ja, naar Malika, haar rol. Wie is dat nou? Wie is zij? Hoe beweegt ze zich voort? Wat is haar blik en zo? Dus dat, maar vooral het team en de warmte en de veiligheid ook om... nou ja, wat ik dus bijzonder vind aan dit verhaal en met deze cast en crew en zo werken, is dat ik vaak bij wat meer Nederlandse producties soms de neiging heb om mezelf een beetje tegen te houden. Of om te denken, ik wil niet te groot of niet te dramatisch of te heftig of te Arabisch doen of zo. Niet te veel dit. Maar hier, ik weet niet, niet omdat we het überhaupt over hadden, maar ik weet niet, misschien ook aangestuurd door het team, had ik daar echt scheid aan. En je kon gewoon jezelf zijn en dat vond ik heel, heel fijn. Okay, dus dat, ja. Oké, als allerlaatste vraag. Wat is de boodschap die jullie met deze film willen meegeven? Ja, mag jij eerst gedaan, ja. Voor mij is dat echt, leef je eigen waarheid. Deze film gaat over een vrouw die op een gegeven moment besluit om niet meer te luisteren naar wat andere mensen denken dat goed voor haar is. En wat haar gelukkig gaat maken. En uiteindelijk komt ze erachter dat het ware geluk in jezelf zit en dat ze naar die waarheid moet gaan leven. En dat gun ik iedere vrouw. Ja, dat is ook helemaal waar we met Womanhood voor staan. Dus dat is echt perfect. Hebben we van tevoren afgesproken. Ja. Nou, ik zou zeker zeggen, kijk de film in de bioscoop. Ga er naartoe. Het zou echt ongemakkelijk zijn als ik zou zeggen, het staat nu voor 20 mei. Let's see what the corona brings us. Maar zodra die in de bioscoop is, ga er naartoe. Check het. Deel het op je story, volg het ook op Instagram, op alle social media. Ik hoorde net zelfs dat er een WhatsApp-service is en alles. Dus ja, ga checken. Ik zit hier nog steeds met vier prachtige vrouwen aan tafel. Dank jullie wel. Dank dat jullie mochten hebben. Ja, jij bedankt. Heel, heel inspirerend. En ik denk ook voor de kijkers en de luisteraars heel inspirerend. Dus ga checken. Dank je wel. Dank je wel.